Ja, zo moet het dus niet. De winter is gekomen, maar de meeste mensen weten niet hoe ze hun rijgedrag op de gladheid moeten aanpassen. Ook ik niet. Dus ik laat me bijpraten door Leenmiddag. Het belangrijkste is je snelheid aanpassen op het juiste moment, dus vooraf. Omdat als je in de slip raakt, ja, dan heb je de ellende. En ja, hier kan je dat wel een keer oefenen natuurlijk. Hè. Dus als je zegt, ik wil nou eens weten wat er gebeurt als ik nou te hard rijd, dan moet je dat hier doen, vooraf. Leen, wat gaan we oefenen? We gaan oefenen proberen een auto uit de slip te halen. Dat gaan we kijken of dat lukt met dit weer. En waar gaan we daarbij op letten? Nou, het eerste wat je moet doen als je in de slip raakt, is blijf kijken waar jij naartoe wil. Dus dat is één. Twee is heel snel sturen. Veel sneller dan je auto draait achter, dat is al moeilijk. En drie is de koppeling intrappen, dat is het linkerpedaal bij jou. En dan hopen dat je op tijd bent. Ga tussen die pylonen door. Ja. Rechtdoor. Ja, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Ja. En dan gaan we nu een stuk. Even kijken. Remmen, 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 remmen. Wow. Daar valt echt niks meer aan te doen. Nee, hè? Dus achterwielen, als die geen grip meer hebben, dan ben je echt een sjaak. Ja, bijna altijd wel. Oh. Goed. Zo, dat viel tegen zeg. Nou, ik denk dat ik nog even moet blijven oefenen.